In Kollum is in de nacht van zaterdag op zondag een politieagent zwaar mishandeld. Het gebeurde op de Oosterdiepswal na een bekeuring voor het drinken van alcohol op straat. Er bemoeiden zich steeds meer mensen mee. Agenten werden beledigd en een 53-jarige man uit Gerkesklooster werd aangehouden. De groep ging niet weg toen agenten dat vorderden. Nu werd een 41-jarige man uit Gerkesklooster aangehouden. Tijdens de ruzie en tumult wat er na de aanhouding ontstond, werd een agent hard op zijn hoofd geslagen. Hij verloor hierdoor het bewustzijn en is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 16-jarige inwoner van Twijzel en een 17-jarige inwoner van Gerkesklooster werden aangehouden. De politie heeft met behulp van portiers van de in de buurt zijnde horeca en een hondengeleider van de politie de groep uit elkaar gedreven, waarna de rust terugkeerde. De 53e die over was gebracht naar een politieauto had tijdens het tumult kans gezien om uit de politieauto te ontsnappen. Later die nacht heeft hij zich gemeld bij de politie. De aangehouden verdachten zijn voor nader onderzoek overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een nader onderzoek in en sluit meer aanhoudingen niet uit.